Solisplant is een nieuw bedrijf wat zich richt op het telen van Rosalina Calanguays. Maart 2008 is men begonnen met de bouw van de kwekerij. Binnen een jaar verrezen aan de laan van Heilige Lambertus 48 te Schravenzande een Calanguay kwekerij uitgerust met alle moderne technieken voor optimale productiekwaliteit en ordeverwerking. Firma G. van Dop en Zoon bestaat uit vader Gerrit en zoon René. Zij zijn de oprichters van Solisplant. Gerrit van Dop heeft zich jarenlang bezig gehouden met de teelt van paprika's te Naaldwijk. Toen René aangaf dat hij het beroep van tuinlijk kweker ook wel zag zitten, is het bedrijf Naaldwijk aan de buurman verkocht en is er begin 2008 een kavel aangekocht aan de Heenweg. Het bedrijf is 2,5 hectare groot. Eind 2008 zijn de eerste stekken in de potten gestoken. En vanaf maart 2009 is het bedrijf volledig in productie. Leuk om te weten, Solis komt van het oude Griekse woord zonneschijn. Calanguay-stekken komen uit Oeganda. Deze worden 2 keer per week ingevlogen. Ook de potgrond wordt 2 maal per week aangevoerd. Via een transportsysteem met lopende banden wordt de potgrond naar de oppotmachine getransporteerd. Een doos bevat ongeveer 1000 stekjes. Er worden per dag ongeveer 20.000 stekjes gepoot. Een 100.000 per week. Er gaan 1000 plantjes op een tafel in een pot met een diameter van 10,5 centimeter. Via een computergestuurde lift worden de tafels naar de lange dagfase, ook wel de groeifase genoemd, getransporteerd. In deze ruimte is het 16 uur per dag licht. De meeste planten verblijven hier gemiddeld een week of 4 en worden verspreid over 4 banen. Er worden 7 verschillende kleuren planten gekweekt. Elke kleur heeft een andere teelduur van opkweken. Energie is een kostbare productiefactor in de tuinbouw. Het bedrijf maakt gebruik van WKK, warmtekrachtkoppeling.
Deze installatie zorgt voor de opwekking van de benodigde elektriciteit. Hierbij komen warmte en CO2 vrij als restproduct. De warmte gaat via warmtebuffers naar de kas en de CO2 wordt gebruikt om de planten beter te laten groeien. Elke morgen worden partijen naar beneden verplaatst in de korte dagfase. Hier verblijven ze een paar dagen om te acclimatiseren. Daarna worden de planten van één tafel uitgezet op twee nieuwe tafels, waardoor ze tweemaal zoveel ruimte krijgen. Alle 7 kleuren staan over de tuin verdeeld. Er zijn 20 banen en elk paar banen hebben dezelfde kleur. De tafels schuiven van de ene kant van de tuin naar de andere kant en aan het einde staan ze in bloei. De tafels worden regelmatig voorzien van water. Dit gebeurt met 50 liter per minuut. De tafels zijn lek, waardoor er gelijk weer 10 liter water wegloopt. Na 5 minuten staat er 5 centimeter water in de tafel. En na 10 minuten is de tafel weer leeggelopen, zodat de planten ongeveer een kwartier water krijgen. De rest van het water wordt afgevoerd via goten en wordt gerecycled. De planten die klaar zijn voor de verkoop, worden eerst in een houder met een chip geplaatst. Deze lopen via een transportband door een fotokast die informatie over de kleur, de hoogte en het aantal bloeiende bloemen doorgeeft aan de chip onder de plant. Met de informatie in de chip weet het transportsysteem naar welke baan de plant moet om vervolgens verpakt worden. Planten worden met de hand en machinaal verpakt. De inpakmachine kan 3000 planten per uur verwerken.
tafels waar de planten op gekweekt zijn, worden automatisch naar een spoelmachine getransporteerd. Deze worden met water onder hoge druk gereinigd en opgeslagen. Eén tafel heeft een oppervlakte van 10 vierkante meter. Er zijn in totaal 2300 tafels in omloop. Voor het vervoer naar de afnemers worden de transportkarren in folie verpakt.